Yo gasten van Amazon.nl. Ja, voor degene die dat nog weet, shout-out naar jullie. Leuk dat jullie dat nog weten. Dat is de echte OG manier van Amazon.nl zeggen. Thanks ervoor. Yo, leuk dat jullie kijken naar deze gloednieuwe video. Mijn naam is Barend, zoals jullie wel weten. En vandaag heb ik een nieuwe video voor jullie. Weliswaar weer een fingerboard video, want that's my channel all about nowadays. Ja, het is mij opgevallen dat er nog steeds eigenlijk geen Nederlandse YouTubers zijn die fingerboarden. Dus ik dacht van, weet je wat, ik ga gewoon door. Ik heb vandaag een toffe sessie voor jullie om, ja, gewoon even een beetje te chillen. En jullie vooral mijn voortgang te laten zien in hoeverre ik nu al beter ben geworden dan dat ik eerst was toen mijn eerste video uitkwam. Vandaag heb ik een video over dit apparaatje. Dan denk je, wat is dit apparaatje? Dit is een Black River Rams box. En dan denk je van, oh, dat is gewoon een stukje hout. En er zit een randje aan en nog een randje. Dat klopt ook. Dat is het uiteindelijk ook. Maar het is niet zomaar iets. Het is namelijk een Black River Rams. Dus daar betaal je helemaal suf voor. Maar wat is Black River Rams? Dat is het grootste fingerboardmerk van... fingerboardmerken, denk ik dan. In ieder geval, deze heb ik... ik denk al wel 8 jaar geleden of zo gekocht. Veel gebruikt ook. Nooit stickers opgeplakt. Je ziet dat best wel veel. Ik vond dat best wel zonde. Dus ik denk, doe het niet. Maar hij is super chill. Ik ben ook blij dat ik hem weer heb teruggevonden. Want dat was nogal een dingetje. Want ik was dit ding dus kwijt. En toen ik weer begonnen was met fingerboarden, zocht ik natuurlijk naar deze. Want dit was op zich wel de beste ramp die ik had. Naast wat concrete dingen en dergelijke. Maar deze zocht ik weer. Maar ik kon hem echt niet vinden. Ik kon hem nergens vinden. Ik ging overal kijken. En weet je... ik ga de zoektocht aan jullie laten zien. Oh yeah, fingerboarden. Ik heb het weer in de... ik wil weer fingerboarden. Waar is mijn Black River Rams box? Natuurlijk bij al mijn fingerboard spullen. Huh, er staat in één keer een halfpipe. Die stond hier eerst niet. Toen ik zocht. Nou ja, maakt niet uit. Die is er even niet. Nee. Nee. Staan we... hey, vet een BMX. Wow. Oh, nog eentje. Tof. Wow. Oh, gekke 360. Oh shit, maar dat is het niet. Hé, hey, wel bonsai. Dit is tof. Misschien kan ik dat wel. Nee, dit ook niet. Hey, hier beneden liggen ook nog rams. Nee. Nee. Wow, vet. Mijn eigen gemaakte shit. Hey. Wow, mijn fingerboarddoos. Oké, hier kan hij niet in zitten, maar... holy shit, allemaal oldschool dingen. Wow. Dit is hoe het ging, hoor. Tijdens de zoektocht naar de box. Maar ik ben het even aan het reenacten. Wow. Oh nee, maar... shit, waar kan hij nou toch zo? Misschien... hij moet gewoon hier liggen. Hier, mijn oude kledingkast van vroeger. Hier moet hij gewoon... ah, tuurlijk, in mijn oude speelgoeddoos. Dit is alleen maar Lego. Ook niet. Misschien eronder... nee. Misschien. Wacht. Ja, hier moet hij gewoon liggen. Nee, nee. Ook niet. Nee. In mijn kast misschien? Nee, ook niet. Hè? Onder mijn bed, natuurlijk. Waar de fuck zou die? Misschien. Niet daar. Ja. Hij moet sowieso in deze kast liggen. Kan niet anders. Hier heb ik altijd al mijn fingerboardspullen in gehouden, toch? Nee. Hé. Hey. Dit zijn ze ook niet. Fuck. Ook niet. Waar? Misschien? Nee. Ik weet het niet meer. Ik ben hem kwijt. 50 euro voor het ding betaald. Nou. Nee. Hier? Hij ligt letterlijk onder mijn tv-meubel. Hieronder. Hoe dan? Hoe kan die over? Hij kan overal liggen, maar hij ligt hier?
Let's skate! Wow, dat was op zich best wel een lijpe montage. Ik hoop dat jullie er in ieder geval van genoten. Ik vond het leuk om weer te doen. Ik hoop dat jullie ook hebben gezien dat er voortgang in zit. Dat ik beter aan het worden ben in fingerboarden. Want dat is uiteindelijk wat we willen. Thanks voor het kijken in ieder geval. Tot de volgende video. En I'll see y'all. Oh ja, trouwens. Ik heb nog heel veel leuke ideeën. Ik heb een heel lijstje vol staan met ideeën. Misschien dat ik zelfs wat meer video's wil gaan posten. Maar voor nu is het in ieder geval elke zondag een nieuwe video. En alles wat daarbij komt, zie je het als een pluspunt. Ook ben ik de laatste tijd best wel weer bezig met het streamen op Twitch. Dus als je daar ook wil checken, link staat in de beschrijving. Kom er vooral rustig langs. En we gaan het allemaal zien. Thanks voor het kijken. Tot de volgende video. En normaal. Zoals ik. Normaal. Ook. Altijd. Zeg. Like. Abonneer. Reageer. En tot de volgende keer. Dat is zo cringe. Ik denk niet eens dat ik dit ga gebruiken, weet je dat?